1, 2, 3, 4, 5, 6. 22 miljoen werklozen in totaal nu in de afgelopen 3 weken in Amerika. Nou ja, dit is de laatste keer dat ik het laat zien hoor, dan hou ik ermee op. Maar ja, het laat wel zien wat er aan de hand is hè, in de wereld. En in het bijzonder in Amerika, 22 miljoen werklozen in de laatste 3 weken. Dus dat betekent dat elke baan die er sinds de laatste financiële crisis in 2008 is bijgekomen, gewoon weer verdwenen is. Dus dat gaat niet goed, maar ja, als we Trump en zo'n kompanen mogen geloven, dan zijn de fundamentals van de economie prima, er is niks mis mee. Dus ja, laten we daar dan maar van uitgaan. Dus het gaat heel goed, de economie. Nou, waar het ook wel behoorlijk goed gaat, dat is op de beurs. En, vorige keer zei ik ook al, er is een divergentie eigenlijk tussen de echte economie, hè, dus wat er aan de hand is in de economische wereld en in de financiële wereld. Want ja, de economie, nou ja goed, als je de cijfers ziet, de manufacturing cijfers die naar buiten kwamen afgelopen week, dat was ook dramatisch. Het wordt ja, praktisch niks meer gemaakt in de Verenigde Staten. Wat dus, ja, bij uitstek altijd het land was, of het continent waar heel veel vandaan kwam. Maar ja, dat is gewoon voorbij. Mensen raken in een rap tempo werkloos. Maar ja, op de beurs gaat het eigenlijk niet eens zo slecht. Dus als we hier kijken naar de SPY, dan zie je dat bijvoorbeeld ook afgelopen vrijdag dat weer een prima dag was. En ja, goed, ik kan nog even kijken naar de andere ETF's. De Q's, de ETF van de Nasdaq. Nou, ik denk dat dit een softwarefoutje is, die grote candle. Maar goed, als we hem op de weekgrafiek zetten, dan zien we een iets ander beeld. Maar ja, dat ziet er eigenlijk best wel bullish uit, moet ik zeggen. En als we kijken naar de Diamonds, de ETF van de Dow Jones. Nou, die moet nog wel een hobbeltje overwinnen. Dat dalend MA50, maar heeft het de laatste weken toch ook wel goed gedaan. En de ETF van de Russell, die blijft wat achter. Die zit een beetje in dat hok. Daar moet hij zien uit te breken. Maar als we nog even teruggaan naar de SPY. Ja, wat veel mensen nu doen, die vallen toch terug op die klassieke patronen. Hè? Bijvoorbeeld, ja, die trekken dan een Fibonacci niveau, van het hoogste naar het laagste punt. En wat je dan ziet, ik weet niet of het duidelijk is, even het lijntje wat dikker maken. Dan zie je dat die koers hersteld is tot voorbij die 50% alweer. En dat is altijd wel een cruciaal punt. Veel beleggers die gaan dan short op dat 50% niveau. Die denken, nou die koers die kan nooit in één keer daar doorheen knallen, maar de SPY dus wel. En ja, dat is toch wel een bullish signaal. Nou is er nog wel dat niveau daarboven, 61,8%. Maar dat 50% is toch wel waar iedereen naar kijkt. En ja, daar is die koers gewoon boven gegaan. Dus ja, wat dat allemaal betekent. In ieder geval betekent het dat er geen enkele connectie meer is tussen de economie en de beurs. De Federal Reserve die koopt van alles op. Er worden nou ja, miljarden, biljoenen in de economie gepompt, in de repo-markt. Dus dat heeft dit soort effecten. Dat geld dat wordt maar rondgepompt. En dat, ja, er worden aandelen onder andere mee gekocht, hè? Obligaties. Dus dan krijg je dat. Als we nog kijken naar GLD, die had het eventjes wat moeilijk de laatste week. Ja, is ook hard gestegen. Maar is nu wel onder dat steunniveautje terechtgekomen. Dus het zal mij niet verbazen als GLD nog wat lager gaat. Misschien, ja, wie zal het zeggen, tot dat 155 niveau. Zilver moest sowieso nog dat weerstandniveau overwinnen wat ik hier had getrokken. Dus ja, en zilver en goud zijn natuurlijk van oudsher altijd wat volatiel. Dus dat is op zich niet zorgelijk. Ik verwacht op de lange termijn zeker dat die edelmetalen wel verder omhoog zullen gaan. TLT, de ETF van de langlopende obligaties in Amerika. Nou, die doet het eigenlijk heel goed. Hè. Je ziet veel ruimte tussen dat stijgend MA20 en MA50. Hè, dat betekent dat er behoorlijk momentum is. Er zit vaart in die koers. Vrijdag wel ietsje teruggevallen, maar ja, de uptrend is nog zeker intact. Ja, heb ik verder nog gekeken, als je nou in wil stappen, je wil long gaan, want ja, het is natuurlijk moeilijk te zeggen. Je hebt in bearmarkten natuurlijk hele felle stijgingen die dan uiteindelijk resulteren in een nog verdere daling. Maar goed, tijdens die stijgingen kan je natuurlijk toch ja, best posities innemen. Hè? Kun je goede zaken doen door long te gaan. Nou, twee, vorige keer noemde ik al XLV. Dat is een sector die het heel goed doet. Als je hier naar kijkt, dan denk je, ja, wat was nou eigenlijk het probleem? Als ik hem op de weekgrafiek zet, dan is die koers al bijna weer terug op dat hoogste niveau van een paar maanden geleden. En ja, niet veel aan de hand. En helemaal als ik hem op de maandgrafiek zet, dan is dat gewoon een hele gezonde stijgende trend. En was die hele daling, ja, een soort bliepje op de radar. Dus, en dat geldt wel voor meer sectoren. Maar een sector die mij opviel, dat was de discount stores. Hè? De winkels met ja, zeg maar goedkope aanbiedingen. Je ziet, die hele sector die, is door dat weerstandniveau geknald. En dat ziet er toch heel bullish uit. Nou zou het natuurlijk mooi zijn als die sector ietsje zou corrigeren tot op dit niveau en vervolgens weer de weg naar boven zou terugvinden. Maar als je kijkt naar een aantal aandelen binnen die sector, dan hebben we het over Walmart. Nou, Walmart, als ik hem op de weekgrafiek zet, dan is er eigenlijk helemaal geen sprake van een dramatische daling. Hè? Dus iedereen had het al over, god, de wereld vergaat en de koersen die storten in. Maar ja, als je hier naar kijkt, dan denk ik, het valt allemaal nogal mee. Een ander aandeel binnen die sector, Target. Nou, Target die is natuurlijk wel behoorlijk gedaald van 130 naar 90, maar staat nu alweer boven de 113. Dus dat ziet er ook eigenlijk best goed uit. Dollar General, ook zo'n discounter. Nou, die heeft wel een hele stijging achter de rug. Dus dit zou wel mooi zijn als die ja, wat terug zou vallen en vervolgens zou je hem kunnen oppikken. Misschien zo rond dat 170 niveau. Een andere bekende is Ollie's Bargain Outlet. Zie je, die heeft een mooie stijging door die MA's. Ietsje gecorrigeerd vervolgens. En het lijkt erop dat hij nu weer verder omhoog gaat. Ik moet even dat lijntje goed zetten. Dus als je hier naar kijkt, dan ja, zou het me niet verbazen als in ieder geval die koers nog richting dat 70 niveau gaat, die weerstand. Dus daar zit nog wel wat ruimte in. Andere sector die het ook goed doet, waarschijnlijk omdat iedereen nu thuis zit, iedereen zit nu te gamen. Dat is de gaming en de multimedia sector. Nou, je ziet dat die ook een enorme run heeft gemaakt. Het zou ook mooi zijn als die hier tot de 40.000 niveau zou terugvallen. Dit zijn dan natuurlijk alle bedrijven die in die sector zitten. Maar als je kijkt naar het aantal bekende bedrijven, dan zie je bijvoorbeeld Activision Blizzard. Ik heb hier nog een, ik weet niet waarom ik dit had, van een maanden geleden. Even kijken of ik die kan weghalen. Nou ja, doet er ook niet toe. Je ziet in ieder geval een behoorlijke stijging. Het zou mooi zijn als dat aandeel zo rond de 65 zou terugvallen, schat ik zo in, en vervolgens weer omhoog zou gaan. Want, ik zit te kijken nu, we hebben wel te maken met hier zo'n weerstandniveautje rond de 65. Hè. Koersen zijn altijd gek op dat soort hele nummers, 60, 65, 70. Dus wie weet is dit een scenario, terug naar 65 en dan verder omhoog. Andere bekende speler, Take-Two, Intera Software. Nou, die heeft nog wel een hobbeltje te overwinnen in de vorm van dit niveau, denk ik, 130. Dus misschien is dit ook een scenario dat dat aandeel nog wat terug zou vallen tot de 120. Dat zou dan het stijgend MA20 zijn misschien en dan weer verder omhoog. Je moet wel eventjes opletten. Het zijn natuurlijk sowieso geen aanbevelingen. Advies geven, dat mag ik natuurlijk niet. Het is meer mijn eigen interpretatie van wat ik zie. Maar mocht je hier iets mee doen, dan moet je natuurlijk wel altijd de earnings checken. Dat is altijd heel belangrijk. En we zitten midden in dat earnings seizoen. Nou, een laatste binnen die gaming sector is deze. Die ziet er echt heel goed uit. Vrijdag was een hele bullish dag. Je ziet dat hier de bulls instapten. Zie je, die koers is eerst tot dat MA50 gedaald. Precies daarop steun gevonden. Op dit niveau. En vervolgens stapt de bulls in en die duwde de koers omhoog tot 10,45. En ik verwacht toch wel dat die koers, die heeft nog wel ruimte tot de 13 sowieso, de eerste weerstand. Dus, dat is misschien wel een idee, hè? Want ja, je ziet dat die koers gestegen is, vervolgens geconsolideerd. Dat is altijd wel een veel voorkomend iets en nu uitgebroken. Dus er zit nog best wat lucht tussen die koers en die eerste weerstand. Dus dit zijn weer een aantal ideeën voor de komende week, komende weken. Misschien heb je er iets aan. Waar je zeker iets aan hebt, dat is mijn tweewekelijkse nieuwsbrief Beursvizier. Daarin beschrijf ik mijn visie op de beurzen, handige dingen waar je op moet letten. En ik deel ook mijn live optietrades. Dus ik geef aan waarom ik een positie inneem. Ik geef ook aan wanneer ik uitstap of ik geef aan wanneer ik onderweg iets repareer. Dus dat is altijd heel leerzaam. Dat krijg ik ook te horen van abonnees. Het is niet alleen natuurlijk aardig om na te doen wat ik doe, maar ook om vooral te achterhalen waarom ik iets doe. Want dat is toch eigenlijk het idee dat je leert zelfstandig om opties te handelen. Dus ik zal hieronder een linkje opnemen, dan kan je daarop klikken en dan kan je kijken of Beursvizier iets voor jou is. Verder, uiteraard hoop ik weer op een duimpje omhoog van je. Beter nog, abonneer je op mijn Weekwatcher, op mijn YouTube kanaal. Dan hoef je nooit meer een aflevering te missen. Elke zondag probeer ik een video te uploaden. Verder natuurlijk weer heel hartelijk bedankt voor je aandacht. Ik hoop je volgende week zondag in goede gezondheid weer terug te zien. Dus tot dan!